Ik gebruik geen heroïne meer, geen cocaïne meer, geen methadone meer, dus ik ben helemaal clean. En hoe lang is dat? Dat is nu al een jaar, bijna anderhalf jaar. Het is gewoon moeilijk, want je laat eigenlijk heel Eindhoven weten van ja, hallo, ik ben een hoer en ik gebruik. Ja, het is ook niet altijd even fijn. Dan word je ook niet altijd even recht op aangekeken. Augustus 2008. Veronique Robeert komt vrij uit de gevangenis. De van oorsprong Limburgse Veronique zwierf 10 jaar lang als straatprostituee rond in Eindhoven. Het geld dat ze verdiende ging op aan heroïne. Na haar vrijlating neemt haar leven een radicale wending. Met behulp van medicinale verstrekking probeert ze haar verslaving de baas te worden. Ze ontmoet Danny en de twee trouwen. Vrijdagochtend trouwde de 30-jarige Eindhovense Veronique Roberts met haar vriend Danny Weggemans in de kapel van de Burg. Het was een bijzondere bruiloft, want Veronique zwierf jarenlang door Eindhoven als verslaafde straatprostituee. Maar heb jij dat verleden wat er was, heb jij dat helemaal afgesloten of blijft dat een onderdeel van jouw leven? Dat blijft, dat zal en is en blijft een onderdeel van mijn leven. Het heeft me gemaakt tot wie ik ben, het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. En alle ervaringen leer je van, ook van je fouten. Als je geen fouten maakt, kan je niet leren. Samen met Danny krijgt Veronique dochtertje Sjors. 2 keer per dag krijgt zij via Novadecentrum medicinaal heroïne toegediend. De Raad voor de Kinderbescherming maakt zich echter zorgen over de opvoeding van het meisje en plaatst Sjors onder toezicht. Het is heel erg zwaar voor mij. Het is, je dochter wordt afgepakt. Ik zie haar zeker 14 dagen niet meer in mijn huis. Het is leeg. Je hoort er niet meer lachen, niet meer hikken. Het is echt heel leeg in huis zo. Inmiddels woont Sjors weer bij Veronique en Danny en is de ondertoezichtstelling opgeheven. Heel weinig mensen hebben daarin geloofd dat dat zou kunnen, dat jij dat zou kunnen. Waarom is het gelukt? Daag me uit. Een uitdaging pak ik altijd graag aan. Als ik uitgedaagd word, krijg ik juist kracht. Nu zij al lange tijd clean is en haar dochter weer bij haar en Danny woont, wil Veronique haar ervaringen gaan inzetten voor anderen. Momenteel volgt ze de opleiding Werken met eigen ervaring en sociaal-agogisch werk, waarmee ze verslaafden en mensen binnen de psychiatrie wil helpen en begeleiden. Wat voor mij het belangrijkste is, wij weten bepaalde handvaten die we aan kunnen grijpen. Het is geen moeten, het is een keuzemenu geven. We kunnen dat luisterend oor veel beter geven. Want we hebben ook begrip voor die situaties, want we hebben er zelf in gezeten. Ook gaat Veronique samen met haar man en dochtertje via een nazorgtraject verhuizen naar Den Haag. Maar waar ze daarna terecht komt, is nog de vraag. Na dat jaar kijk ik wel. Ga ik terug naar Eindhoven of ga ik terug naar Limburg? In ieder geval, hier heb ik mijn koophuis. Dus ik denk dat de keuze wel makkelijk gemaakt is. Maar op het moment dat de woningmarkt weer een beetje opstijgt, dan ga ik naar Limburg. Dan ga je helemaal terug naar af. Terug naar af, ja. Terug waar ik ben begonnen. Ja. En ook dat is geen obstakel, want daar is ook de ellende begonnen. Ja, de ellende is daar begonnen. En het maakt niks uit, daar heb ik al overwonnen.